Je hebt een droom en dan komt een tweede stap die wezenlijk is om het voor elkaar te krijgen. Visualiseren. Heel goed. Hoe heet jij? Irene. Irene, 10 punten. Visualiseren. De derde stap is, geloof je het zelf. Je overtuiging. En dan komt de vierde stap, en dan gaat het mis, als we die drie al hebben. En Ingrid, je zei het net al. Wat is de vierde stap? Wie heeft enig idee, behalve Ingrid? Ja, ook goed. Delen, vertellen. Waarom doen wij dat niet? We zijn bang afgerekend te worden. Ik zei ook niks. Ik stond... En laat je al die kansen liggen. Het feit dat je die droom hebt, zoals Sheila vroeg al, dat betekent dat je in verwachting bent van iets wat je daadwerkelijk kunt realiseren, anders had je die droom niet. Vertrouwen. Waarom is het zo belangrijk? En als je het niet hebt, bijvoorbeeld in jezelf, hè, Inge, het was jouw eerste, zeg ik, niet doen, niet beginnen. Lekker nog even twijfelen. Want dat heb je absoluut nodig. Want ieder ruikt en proeft en voelt, elke potentiële klant voelt of je dat hebt of niet. Eens of niet. En als je het niet hebt, mensen, don't even think about it. Henry Ford zei in 1903 al, of je nou denkt dat je iets kunt of niet. In beide gevallen heb je gelijk. Het is de inspiratie die je laat volhouden als het tegen zit. Herken je dat? Bij wie zit het wel eens tegen? Oké. Mensen, als het tegen zit, onthoud hè. You need to break some eggs to make a delicious omelet. Hoe kan het toch dat wij zo bang zijn dat wij de dingen niet doen die we willen doen? Hoe kan het zijn dat we bang zijn om te kiezen? Bang om afgewezen te worden. Ook bang voor succes. Ja, dat zou zomaar kunnen. Geef aandacht aan wat je wel wil. De Indiaan die zei, where the intention goes, the energy flows. Datgene waar je mee bezig bent, wordt groter. En train jezelf in aandacht geven aan wat je wel wil. Maar 75% van de tijd ben je bezig met wat je niet wil. Met de reden waarom het niet gelukt zou zijn. En meestal zijn het factoren die je nauwelijks zelf kunt beïnvloeden waar anderen voor zijn. Ieder van jullie mensen, doe me lol, maak keuzes. Ook de mensen die ik net sprak, ja, wat gaan we precies doen? Ja, een handelsonderneming, ja, waarin? Ja, ik weet niet precies. Ja, in de sales, ja. Dat heeft ermee te maken dat we een natuurlijke drang hebben om die deurtjes open te houden, want je weet maar nooit. Maar leer te kiezen. Kiezen is niet verliezen. Word nou gewoon jezelf. Mensen, ook voor de mensen die twijfelen, het is niet erg om te twijfelen. Het is niet erg om bang te zijn van, je moet die stap wel zetten. Iedereen herkent dat, weet je. Maar als je weet waar je naartoe wil, ga dan. Ik vind het gewoon wel weer goed dat je momenten neemt om ergens weer over na te denken. En dit zijn dan ook van die momenten. Even voor jezelf die tijd geven en gunnen. Buitengewoon inspirerend. Hij had mooie one-liners in het verhaal zitten. Een helder, duidelijk verhaal uiteindelijk, die mensen enthousiast maakt. Ik ben zelf iemand die redelijk in beelden denkt. En door een verhaal te vertellen, bereik je je publiek ook heel erg goed. En dat is wat mij vanavond heel erg heeft aangesproken. Wij zijn allemaal bang wel, weet je wel. Hoe lang zitten we niet te hekken van, ik wil dat gaan doen, maar ik durf het niet. Nou ja. Ja, dat is gewoon echt de drijfveer. Ja, nu zegt hij ook van, ja, je moet het gewoon doen. Toen ik nadacht over die vraag van, wat is je droom dan? En hoe ga je dat visualiseren? Toen dacht ik, oh, ik doe wel van alles, want ik ben al wel begonnen. Maar is dat wel echt mijn droom? Echt je droom gaan volgen. En je niet zomaar uit het veld laten slaan door gedachtes. Ja, waar het mij vanavond ging, is ik ben bezig met een nieuw product. En om dat in de markt te zetten. Dus ik was eigenlijk de avond was er eigenlijk voor om te kijken van, nou, wat zijn er dan voor nieuwe dingen die ik kan gebruiken met mijn nieuwe product in deze markt? Het nee zeggen, dat voor een hoop mensen toch een moeilijk iets is. En dat ja, nee zeggen geen schande hoeft te zijn. En dat soms ook een goede beslissing kan zijn om nee te zeggen. Het lijstje wat hij het over heeft, over het links- en rechts lijstje. De dingen die fout kunnen gaan, de dingen die goed kunnen gaan. Ja, dat komt wel aardig overeen met wat ik al doe.
Maar ook wel waarvan ik denk van, god, daar zit nog wel verbeterpunten in. Ja, en sowieso goed om even aan herinnerd te worden aan een aantal van die punten waarvan je denkt, oh ja, dat zijn wel bekende valkuilen. En ik denk ook zeker dat het voor starters heel goed is om te horen, om gewoon algemene vaardigheden in het ondernemerschap even weer op een rijtje gepresenteerd te krijgen. Uiteindelijk denk ik dat het wel belangrijk is dat je bij dit soort evenementen bij bent om om je blik open te houden en ook mensen te leren kennen.